vandaag is de uitreiking van de eerste keer scriptieprijs Sustainable Society. En hier zitten de kandidaten. Samen met de provincie Groningen heeft Sustainable Society van de Rug een nieuwe scriptieprijs ingesteld. Voor masterscripties op het gebied van de duurzame ontwikkeling van de provincie. De eerste winnaar is Marten Hoekstra, student ruimtelijke wetenschappen. Ik heb onderzocht of Groningen klaar is voor de grotere aardbevingen die er mogelijk aan zitten te komen op bestuurlijk niveau. Of het bestuurlijk model, dus alle provincies, of de provincie en alle gemeentes en de Nationaal Coördinator en Centrum Veilig Wonen, of die dan klaar zijn voor die grote beving. En ik heb aan het einde van mijn onderzoek ook aanbevelingen gegeven van waar zitten de sterktes en het zwakte in wat er nu is en wat zou er nog beter kunnen. Bij de universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar maatschappelijke knelpunten. Het programma Sustainable Society zorgt ervoor dat de uitkomsten van dat onderzoek onder de aandacht worden gebracht bij bestuurders en beleidsmakers, met het doel om de kennis die er is te gebruiken om beslissingen te nemen. Je zou denken dat de uitkomsten van dat onderzoek eigenlijk als vanzelf terechtkomt bij al die personen die daar iets mee zouden kunnen. Dat is vaak niet zo in de praktijk. We organiseren veel expert meetings waarbij kennis vanuit de wetenschap, de onderzoekers, presenteren wat zij weten en waarbij beleidsmakers heel duidelijk aangeven wat zijn de uitdagingen waar zij voor staan, zodat we vanuit de kennis die we hebben hen zo goed mogelijk kunnen voeden. Een ander onderdeel van wat we doen is bijvoorbeeld zoiets als wat we nu organiseren, de scriptieprijs, waarbij we studenten hebben uitgenodigd samen met de provincie Groningen om datgene wat zij weten, om dat te delen met de bestuurders op het provinciehuis. De nodige kennis als het ware uit, presenteren dat in de verwachting en hoop dat er een goed gesprek, een dialoog ontstaat tussen kennis en praktijk. Ik wil een onderzoek schrijven dat zowel academisch een goed verhaal was, wat toegevoeging heeft aan het academisch veld waarin ik zit in de planologie. Maar ik heb ook bewust voor gekozen om wel met een heel duidelijk maatschappelijk karakter de scriptie te schrijven. Anders vind ik het een heel erg mooi academisch onderzoek, maar dan ben ik zo bang dat die niet verder de poorten van de universiteit uitgaan.